En dan hier ook, ook, maar goed, dat kan iedereen die in de stad woont, weent dat. Natuurlijk de gruwel, de verschrikkelijke gruwel van de zelfklusser. Hè? Namelijk iemand die elke zaterdag bezig is om zijn schuurtje op te lappen. Maar omdat hij natuurlijk elke zaterdag maar een uurtje de tijd heeft, duurt het een half jaar voordat hij dat klote schuurtje een beetje heeft gerepareerd. Dus ook hier wil ik mensen adviseren. Gebruikt u, belt u een vakman. Die doet het veel beter dan u het kan. U levert prutswerk af, ik ben ervan overtuigd. Niet waar? En hij doet het veel sneller. Zodat al die mensen bij u in de buurt geen last hebben van het feit dat u een half uur, wat zeg ik, een half jaar aan dat stomme schuurtje staat te klussen. Hou op met klussen. Maar dit is een soort u van kunt ontspannend. Uw leven beter gebruiken. Sommige mensen vinden dat lekker ontspannend. Dan zijn ze niet goed, snik. Ik kan er geen niks verstandigs over zeggen. Als je het ontspannend vindt om met een klopboord te werken, dan moet je naar een psychiater. Ja, maar dat hoor je toch ook van mensen die in de tuin aan het schoffelen zijn? Die zeggen ook van heerlijk. Ik doe ook nooit iets in de tuin. Ja, ik moet zeggen, ik kom uit een familie van tuinierders, eerste klas. Mijn opa, mijn moeder, geweldige tuinierders. Maar ook dat heb ik. Ik ben er zelf een groot voorstander van de groei van een Amazone-oerwoudachtige tuin. He, dat je echt volledig de natuur zijn gang laat gaan. Dus ook trouwens voor de kleine beestjeswereld is dat een grote zegen. Niet spuiten met vergif. Niet overal steentjes op de vloer. Niet alles zo aangeharkt. Gewoon een lekkere spontane rotzooi zoals de natuur zelf altijd produceert. Heb je een tuin hier? Ja, ik heb een voortuin en een achtertuin. Niet dat het overhoudt. He. Als je heel erg goed kunt spugen, dan kun je van de achterdeur naar de muur spugen, bij wijze van spreken. Maar het is zijn tuinen toch wel. Wat natuurlijk in de stad al een betrekkelijk uniek gegeven is. Ja. Maar is dat een soort van ik ben ook geen tuinzitter. Dus, oh, oké. Okay. Dat scheelt. Maar dat wordt dus ook niet onderhouden? Nee. Tuin. Nou ja, dat wil zeggen de natuur. Ja, oké. Okay. De grootste en meest positieve kracht die wij op deze planeet kennen, onderhoudt onze tuin. Ja. Ja. Zowel voor als achter. Hmm. Vooral achter begint het echt heel indrukwekkend te worden. Zou me niet verbazen als ik in korte termijn een tapir in de tuin zag lopen. Oh, oh.